bezig met de nieuwe test van de sportvoeding van Amex. En een hoop keuzes. Een poosje geleden dat ik ben gaan testen. Denk al een paar jaar geleden. Maar niet deze nieuwe producten. En ik heb er nog een paar over, dus tijd voor mijn mening daarover. Een sportdrink. Isotone sportdrink. Een van de meest verkochte producten wel van Amex. Want voor en tijdens het sporten is het goed om je te blijven drinken. Tuurlijk kun je water drinken. Is super water drinken. Ik doe het zelf niet. Ik pak altijd sportdrink. Ja, dat is duurder. Maar ook ja, het helpt echt. En er zijn natuurlijk hele studies gemaakt, hele meningen. Misschien wel tegengesteld soms, van helpt het wel, helpt het niet. In mijn oog helpt het wel. En ja, het is ook onderzocht. En het helpt. Eiwitpoeder. Recovery drink. En dat gebruik je dus. Let op. Kijk naar het witte, hè? Niet naar het grijze, maar naar het witte. Het is voor after sports. Dat was al een beetje uit, dus ik heb het even zo naar de kant gedaan. Dan zie je het nog een beetje. Dat is een product, ik moet eerlijk zeggen, dit gebruiken niet al mijn sportmaatjes. Ik zelf wel naar het sport, want ik sport veel. Ik sport meer dan één keer per week. En ik wil graag snel opnieuw sporten. Welke sport is een beetje afhankelijk van de periode in het jaar. Maar ik wil altijd wel iedere week in ieder geval één keer gefietst hebben en een keer gelopen. En meestal ook al meer. Maar soms heb ik zo'n periode dat er meer fietsen is en meer lopen en soms meer schaatsen. Maar niet nu, want het is mooi weer. De gels. Isotone gel. 2. Twee smaken. En dit had je tot voor nog niet zo heel lang geleden. Had je dit niet van Amex. Je had wel gel, hè? Energy gel, maar dit is heel geconcentreerde gel. Hier moet je dus bij drinken. En bij deze hoef je niet te drinken. Vergelijkend met de Sis gels. En volgens Amex beter dan de Sis gels. Getest. Wat ik het belangrijkste vind. Uiteraard dat ze werken. Werkt nou een Amex beter dan een Sis? Beter dan een Born? Beter dan een Isostar? Lastig. Ik denk dat je daar toch wel redelijke chemicus voor moet zijn. Het helpt mij in ieder geval. Een sportgel helpt mij. En wat ik daarna belangrijk vind, zoals tweede, zijn ze lekker. En ik hou wel van de beetje zurige gels. Dus citrus is me echt op het lijf geschreven. Blackcurrant op zich minder, maar dit is met cafeïne. Zeker goed in lemon lime. Ja, wat is het verschil tussen lemon lime en citrus? Vertel het maar. Volgens mij zijn ze allebei van een citroen. En dan maak ik het allemaal heel makkelijk. Citrus. Limoen. Ja, dat is natuurlijk een limoen. Dat is natuurlijk niet echt citroen. Nee. Misschien geef ik nou jezelf het antwoord wel. Goed. Repen. Ook voor en tijdens sport. Natuurlijk vooral tijdens sporten. Laat het helder zijn. Ik bedoel, vaak ben ik toch wel meer dan 1 uur aan het sporten. En dan is het vaak gewoon tijdens het sporten. Maar natuurlijk als je super heftige training hebt en binnen een uur klaar. Dan is het natuurlijk slim om de vooraf echt wel te beginnen. Twee smaken. Grapefruit en banaan. Ja, lekker. De repen zijn gewoon, gewoon makkelijk te verteren. Dus niet van die droge repen. Daar word je altijd een beetje moe van als je. Ja, vooral met hardlopen vind ik dat heel lastig, een droge reep. Met fietsen, ja, dan gaat het vaak nog wel. De test, dus als je gewoon ieder product aan zich wilt zien, dan kun je natuurlijk gewoon de volledige test bekijken. Maar dit is alvast een eerste indruk. Status van de test van de Amex sportvoeding. En mocht je het zien in YouTube, zal ik de link naar de complete test even erbij zetten.